Hallo allemaal en welkom terug op ons kanaal. Voor de vlog van deze week hebben wij voor jullie de allernieuwste Mercedes AMG C63S Coupé mee. De S-variant, dat wil zeggen dat we dus kunnen genieten van 510 pk en 700 Nm aan koppel. Een sprintje van 0 naar 100 kost voor deze coupé slechts 3,9 seconden. En dit dankzij zijn welbekende 4 liter V8 biturbo. Nu, zoals ik ook heb gezegd, hebben we vandaag de allernieuwste, dus de facelift. En dat wil zeggen dat hij weer heel wat aanpassingen heeft gekregen. Uiterlijk hebben wij de allernieuwste specific grille van AMG, met de verticale lamellen. We hebben ook nieuwe ledkoplampen vooraan, die een beetje vernieuwd zijn tegenover de pre-facelift. Achteraan ga je straks nog zien een nieuwe diffuser, nieuwe eindtempers en met grotere sierstukken, die we een beetje doen denken aan een GT63S. En natuurlijk de nieuwe AMG-wielen. Nu, als we kijken, het koetswerkkleur van deze 63S is prachtig. Het is diamanthelder wit in de Zinio kleur. En het interieur ga ik nog niet verklappen, maar het is prachtig. Nu, je ziet ook nog één ding, dat ga ik ook direct vertellen. We hebben de carbon keramische remschijven in het mooi oranje-achtige kleur. En voor de rest ga ik zwijgen. Ga ik jullie laten genieten van deze prachtige coupé. En dan zien we elkaar straks terug achter de stuur voor een dagje vol plezier in deze V8 sterke biturbo 4-liter. Tot zo dadelijk, enjoy! Zo, hier zitten we dan, in de Mercedes AMG C63S. In coupé, mijn favoriet. En ja, je hebt ook natuurlijk nog de berline en de brek. Nu, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Het enige wel, daar komt al direct het grote pluspunt van deze 63 en 63S. Dat is dat ze de drie varianten kunnen aanbieden. Bij BMW en Audi slagen ze er vandaag de dag niet in om eenzelfde serie of model te bouwen in zowel brek, berline en coupé. Maar dat is bij de AMG dus wel. Nu wij de coupé, zeer mooie lijnen, valt direct op. En de facelift, dus daar zien we direct dat er heel wat is aangepast. Nu aan de buitenkant heb ik er juist al verteld wat er vernieuwd is. En daar gaan we straks iets meer over laten zien op de beelden. Nu, we rijden momenteel in de sport. Ik ga hem even op comfort zetten. Dan gaan de kleppen dicht en dan eigenlijk kunnen we rustig rondrijden. Nu, het is niet de eerste dag dat ik ermee rijd vandaag. Ik ben er al mee naar Kortrijk geweest, heen en terug, 200 kilometer, in comfortstand. En daar valt het toch wel op dat deze C63S enorm veel comfort geeft. Mijn vrouw was erbij, zei ook direct van wauw, dit is toch wel een verschil in de Mercedes tegenover BMW, Audi. En ze heeft toch wel een beetje gelijk. Zeker de facelift staat weer een pakje boven de andere. Het interieur nog even buiten beschouwing gehouden. Gaan we het hebben nog altijd over het exterieur. En daar komen direct de dikke wielkassen uit. Als we kijken naar de voorkant, de brede wielkassen. Met een mooi setje zwarte wielen onder. De keramische remmen die direct van ver het oog pakken. En ja, veel mooier wordt het niet. Als we dan kijken naar de achterkant. Ja, de poep, de kont. Dat is het gewoon. En dan kun je uren aan blijven staren. Hoe breed die is, met de zwarte accenten op deze. Perfect. En ik geef het toe, het diamant wit
is toch wel een kleur dat mij enorm hard ligt. Hè. Het was een kleur die ik in het begin niet zou nemen, maar nu dat ik er 3 dagen mee onderweg al ben, ja, hoe meer ik hem zie, hoe knapper ik hem vind. Zoals ik ook zei, zwart accenten, het frontlipje, de enorme zijskeurts, de diffuser, kofferlipje, allemaal in het zwart. En dat maakt eigenlijk de Tonato er mooi, mooi, zeer mooi uitzien. Ja, en ook de power domes op de motorkap, de 2 grote vinnen, dat maakt toch al direct dat hij een heel brut zicht heeft. En als je hem ziet aankomen, ja, dan weet je al direct, dit is een AMG. Er is geen twijfel mogelijk van, is het een AMG of een AMG pakket? Helemaal niet. Bij AMG zien we direct wat een AMG is en wat een AMG pakket is. Nu, we rijden momenteel ook in comfort. Dat wil zeggen dat de kleppen dicht zijn en dat wij ook zeer comfortabel kunnen rijden. Ik heb ook er juist even gezegd, ik ben aan Kortrijk geweest met een auto en het gemiddeld verbruik lag daar op 11,2. Dat is een verbruik dat in mijn ogen zeer zuinig is. Ik heb nu wel in comfort gereden tegen 126 cruise control, maar het doet het toch. Hè. Je moet weten, we hebben onder de motorkap een V8 4 liter sterke motor. En dan is het toch straf dat hij zo'n laag verbruik haalt. Nu, vandaag is een dag dat we iets meer gaan testen. We kennen de auto nu ondertussen al een beetje. We hebben er al een beetje mee gereden. We weten al hoe dat hij zich gedraagt. En ik kan alvast zeggen, veiliger als de voorganger. Hij is zeker en vast nog speels, dus begrijp me zeker niet verkeerd. Maar we merken toch direct dat hij heel fel verbeterd is op veiligheid. Bij de vorige moest opletten, niet iedereen kon ermee overweg. Maar dat is bij deze toch wel het geval. Zo, het is trouwens ook hè, een auto die door onze volgers op Instagram gekozen is. Iedereen wou de facelift zien van de 63S. En bij deze hebben we hem natuurlijk voor jullie bezorgd. Nu, heel veel mensen hadden schrik dat hij niet meer ging klinken hè, door alle OPF-filters en alles wat er tegenwoordig bij komt. Maar Mercedes AMG heeft het toch weer gedaan. De auto klinkt nog steeds fantastisch. Ik ga hem even uit dat kleppen open. Dus ik kan hem op Sport Plus zetten. Dan gaan we de uitlaatklep automatisch openen. En we gaan even de flippers aansturen. En dan gaan we direct luisteren hoe goed hij klinkt. Hè. Hoor hij maar grommen. Dat zal ik even optrekken. En direct horen. Echt wel zeer goed, hè. De knallen hierbij komen, het is toch iets dat enkel AMG deze tijden nog kan. Nog één keer. En terugschakelen. Goh, het klinkt toch zeer goed hoor. Die lach heb je niet alleen als je gas geeft. Ik heb ook even de voorbije dagen, toen ik met een AMG onderweg was, heel veel op comfort gereden. En het is gewoon leuk hoe veelzijdig deze AMG is. Hij kan een beul zijn, maar hij kan ook zeer comfortabel zijn. En even nog eens het geluid laten horen. De knallen. Snel, reageert ook zo snel en het is een V8 biturbo die we kennen uit de vorige. Nu, evenveel pk, evenveel koppel en toch voelt hij veel sneller aan. En dat komt in mijn ogen door de nieuwe transmissie. Er zit niet meer een 7-trapsautomaat in, maar een 9-trapsautomaat. Speedshift en ook met natte koppeling. Dat wil ook zeggen dat we directer gaan kunnen schakelen en dat voelt je direct. Hè. Ik ben nu manueel bezig met de pedals en je merkt het toch hè, hoe snel hij reageert. Zo, ik heb het ondertussen al gehad over het prachtige uiterlijk van deze AMG. Maar er zitten ook heel veel nieuwigheden in het interieur. Nu, eerst even over de opties. De auto heeft zo goed als alles.
en dat valt direct op aan de performance stoelen met de gele accenten. Zien we ook terug op het Alcantara stuur met een gele 12 uur markering. Dashboard, alles in het volleder, ook weer met het gele stiksel en allemaal een optie weliswaar. De persoon die deze heeft samengesteld heeft een zeer goede smaak. Smaak die volledig in mijn smaak ligt. En vanaf seconde 1 wist ik, wauw, dit is het. Een veel betere spec kun je niet hebben op een AMG. Nu, dan valt het natuurlijk op, hebben van binnen het carbonen. Dashboard hebben we al hier in carbon. De middenconsole in carbon. Het vernieuwde dashboard trouwens. Met de, niet meer de analoge tellers, maar nu de digitale. Alles is digitaal nu. En dat wil ook zeggen dat we direct merken dat we in een nieuwe auto zitten. Bij de vorige was het nog analoog. Maar nu is het allemaal digitaal. Met de virtual cockpit voor ons. En de volledig vernieuwde navigatie. Een veel groter scherm. Heel rechthoekig. Veel groter als zijn de voorganger. En dat mocht wel. Ik vond de vorige iets te klassiek. Maar dat is bij deze niet het geval. Als we dan verder kijken. Ja, het interieur hebben we alles. We hebben dus memory stoelen met geheugen. We hebben deze verwarming. We hebben natuurlijk alles in het volleer. En het ziet er gewoon prachtig uit. Hè? Als we dan ook verder kijken, wat is er nog allemaal vernieuwd aan de nieuwe facelift? Dan hebben we het over de adaptieve motorsteunen. Dus motorsteunen die we kunnen instellen. Wat wil zeggen dat we in comfort nog meer comfort gaan ervaren. En als we hem in Sport Plus zetten, nog meer dynamisch gevoel krijgen als we mee rijden. En dat is ook echt wel het geval. We hebben ook dan nog het actieve sperdifferentieel tussen de achteras. Dat wil ook zeggen dat we minder snel zelf gaan moeten ingrijpen en de auto toch iets meer voor ons gaan rechtzetten. En we zijn 100. Zo snel. Zo snel, Matthijs. Het is echt wel snel. Nu ook, waar heel veel mensen schrik van hadden, was het geluid op deze AMG. En je hoort het. Je moet totaal geen stress hebben dat het geluid weg is. Het klinkt nog steeds prachtig. En dat hebben ze bij AMG goed gedaan. Nu, het is een van hun 7, de Magnificent 7. Is iets dat AMG hanteert voor al zijn auto's. En die gaan we straks even overlopen. Nu, één ervan is natuurlijk het geluid. En dat hebben ze bij deze weer prachtig opgelost. Een van de weinige merken die het vandaag de dag nog kan om zo'n prachtig geluid te gaan creëren op een auto zonder speakers te gaan hebben of nodig hebben. Ze doen het gewoon op de V8 en daar zijn er ook ballen voor nodig om de V8 er terug in te steken. Heel veel merken gaan terug naar 6 cilinders, dat zeker ook niet slecht is, maar zo'n V8 met 2 turbo's, hij klinkt toch net wat grauwer en wat dikker als een 6 cilinder. Nu, de Magnificent 7 gaan we even voor jullie opsommen. Dat is iets waar AMG zich aan houdt bij alle auto's die ze maken. 1. De motorisatie, het motorgamma met het summum One Man, One Engine filosofie. Dat hebben we al regelmatig gehoord, maar dat is iets waar AMG heel hard hoog in het vaandel draagt. We hebben natuurlijk de AMG Performance aandrijving. Dus we hebben daar de achterwiel, we hebben de 4MATIC, dus 4-wielaandrijving en de 4MATIC Plus. Waar we eigenlijk 4-wiel gaan kunnen uitschakelen om toch nog plezier te gaan hebben. Kijk maar naar de A45S, de E63S die het ook heeft en de GT63S. Dan komen we naar de remmen. Het remmensysteem is bij AMG ook altijd tip-top in orde. We hebben daar gewone staalremmen, composieten remmen. En zoals op deze 63S
de keramische carbonremmen. Als we dan verder kijken, daar komen we aan het geluid, waar het bij AMG ook heel hard om te doen is. Dus de AMG Performance Sound met de uitlaten die de kleppen open en dicht kunnen. En dat komt toch in elke auto terug. Hè. Als we kijken naar de 2 liter, die ook heel goed klinken bij AMG. En natuurlijk de bekende, ook de 6 cilinders op de C43 AMG, klinken ook zeer goed. De E53, maar natuurlijk op deze, de 63S, klinkt ook natuurlijk perfect. Dan hebben we ook natuurlijk nog heel veel versnellingsbakken. We hebben de DCT, de MCT, de TCT, heel veel automaat. Een versnellingsautomaat die super goed schakelen, super direct zijn. En dat is bij deze ook het geval met de 9-traps automaat met speed shift. Nu, als we dan ook nog kijken naar Dynamic Select, waarmee je eigenlijk een auto volledig in wens kunt gaan samenstellen, configureren tijdens het rijden. Daar kunnen we gaan van comfortabel naar Sport Plus naar Race. En daar is alles wat je kunt dromen is mogelijk. We gaan de ophanging, hardheid kunnen verzetten, stuurgevoel, de uitlaten open, dicht, de snelheid van schakelen, alles kunnen we doen. En natuurlijk ook de systemen die erachter liggen, waar we eigenlijk alles kunnen gaan zien, hoe warm de motor is, het AMG systeem daarin zit. Ja, alles is zo goed bedacht bij deze auto's en dat maakt AMG vandaag en dag nog steeds zo'n succes is. En in mijn ogen nog steeds een van mijn favoriete merken en zeker bij de sportwagens toch altijd voor mij in de favorieten en in mijn top 3 blijft zitten. Deze auto ook een van mijn favorieten, misschien wel mijn all-time favoriet, want hij is zo goed, rijdt zo fenomenaal goed, gaat echt hard en toch zo comfortabel. Wat we natuurlijk ook hebben, het is, ja, de auto is zo'n streling voor het oog. De steroïden die in deze auto zitten, ja, dat valt direct op, zeker in het wit, de wielkassen dik uitgeklopt. Ja, hij ziet er super bruut uit en anderzijds ook elegant. En de witte kleur, de mooie coupévorm. Nu, buiten het uiterlijk is het ook super leuk vertoeven in deze AMG. En dan spreek ik nog niet over de manier dat hij rijdt en zich gedraagt, maar gewoon de mooie en luxueuze afwerking. De afwerkingsgraad van AMG is altijd hoog en dat is bij deze 63S coupé net hetzelfde. Je merkt gewoon aan alles dat er heel veel aandacht en kwaliteit in het interieur zit. En dat is niet alleen omdat hij vol in opties zit. Het is gewoon, ja, leuk om te zien hoe een merk zich nog altijd blijft verbeteren. En dat doen ze bij AMG echt wel. En ik ben een fan van AMG. Dus objectief zijn is misschien niet het sterkste, maar geloof mij, deze is gewoon top. En heel veel mensen zeiden, oh, pwa, niet zo snel, hè. Dit is sneller of dit is sneller. Maar het gaat niet altijd om het feit wat is sneller of niet. Deze auto is snel en geloof mij, die laat menig auto's achter zich. Maar het is gewoon alles dat erbij komt kijken dat deze auto gewoon speciaal maakt. En het is misschien een keuze om voor M te kiezen of voor Audi RS, maar in mijn ogen, en ik durf het zeggen, is dit toch wel een verschil. Zeker de facelift met het nieuwe interieur, ja, is toch weer een stukje dat hij zich heeft kunnen distancieren van de M4 en de RS5 in mijn ogen, die niet tot dit staaltje niveau komen. Nu ook nog eens, ga hem nog eens laten horen. Het is zo'n verslavend geluid. Ik zet hem even manueel, kunnen we terugschakelen. En dan gaan we even optrekken. Oh, mannetjes. En de gordel wordt aangegeven, zoals je hebt kunnen zien. We zijn even gestopt voor snel iets te drinken. Het werd wel warm om een uur. En ja, zelfs daar, hè, comfort. Direct de gordel aangeven. Dat is toch echt enkel bij luxe auto's. Hè. En hij hoort erbij. Hè. Het is niet alleen een bruut beest, maar ook zeer veel comfort. Even kijken. Eén keer op de gas. Smile aanwezig en het is echt de power die, ja, het is echt power. En iedereen denkt altijd, ja, je hebt hem in een week, je gaat zot knallen met je auto. Wel, helemaal niet eigenlijk. Waarom? Ik wil eigenlijk
auto's van vandaag wil ik testen op comfort, op dagelijks gebruik, op snelheid natuurlijk ook. Daar gaan we niet over liegen. Het is en blijft een AMG uit dat Valterbach. Maar er zijn nog veel andere dingen. Zoals het interieur dat top is, top afgewerkt is. Als we dan ook kijken naar de geluidsinstallatie van Boermeister. Ja, toch wel een zeer mooie geluidsinstallatie. En ja, want ik heb het getest richting mijn weekendje. Maar nu ja, ga ik het niet testen, puur omdat ik wil genieten van de V8 soundtrack die de AMG-bouwers toch weer mooi voor elkaar hebben gekregen. Hè. De 63S was al top, lichtjes gevaarlijk. Deze, minder klamme handjes voor nodig. We merken hier ook hoe dat hij, als ze even wilt verschuiven, komt het sperdifferentieel actief in gang. Het is eigenlijk, ja, zeer mooi gebouwd. Hè. Deze auto is echt een van mijn favorieten. Ik ben zelden zo positief geweest over alle lijnen van een auto. Comfort, snelheid, looks, interieur. En bij deze vink ik alles één voor één aan. Het klinkt toch, het geluid schakelt direct. En nog eens, direct. De manier dat deze automaat, ja, de 9-trapsautomaat, even in manuele modus, vlijmscherp. Ja. Weinig woorden komen er nog bij. Hè, ja. Het is een auto die gewoon, ja, vanaf moment 1 dat je erin stapt, weet je al dat hij een zeer mooie metamorfose maakt, die noemen, maar nog beter is geworden. En dat is nu ook weer het geval. Hè. Gaan we eens één keer optrekken wat verslavend is. Dan hebben we die remmen, keramische carbon remmen die perfect hun werk doen, heel veel zekerheid bieden. Ja, ik ben verliefd opnieuw op een Mercedes AMG. Zo, we zijn helaas aan het einde gekomen van de vlog over deze prachtige Mercedes AMG C63S Coupé. Het was een waar genoegen om deze auto een hele week te mogen testen. Ik zou willen vragen, laat in de comment weten wat jullie vinden van deze prachtige AMG. Verkiezen jullie deze, net zoals ik, of toch maar de M4 of de RS5? En waarom? En vergeet zeker niet te liken, te subscriben en meldingen aan te zetten. Zo blijven jullie altijd op de hoogte van alle nieuwe vlogs. Ik kan alvast verklappen, het wordt de moeite. Deze auto was de moeite, maar er komt nog heel wat leuks aan. Bedankt voor het kijken en hopelijk zien we jullie terug volgende keer op ons kanaal.